Weer een goed initiatief van de vereniging Vincentius uit Boksel. Voedselpakketten. Nou, ik sta hier bij zo'n 20 dozen en het moeten er 400 worden. Volle kerstpakketten. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Leni, wat zie ik hier allemaal? Nou, hier worden vandaag de kerstpakketten ingepakt. Die naar de enerzijds naar de voedselbank gaan. Die zijn vanmiddag al ingepakt, 122. En de rest worden morgen, overmorgen en donderdag worden die uitgereikt aan mensen die het minimuminkomen hebben en de kerstdagen met een leuk pakketje naar huis gaan. Die komen dan hier op bezoek of die komen het halen? Die komen het ophalen en een aantal brengen we ook thuis, hè, die het niet op kunnen halen. Maar die komen ze ophalen en dan is er meteen een kopje koffie, kopje thee, iets lekkers erbij. Kinderen kunnen, hier komt straks een speelgoedtafel staan. Kinderen kunnen nog speelgoed uitzoeken. Eventueel een kerstboom meenemen die we geschonken hebben gekregen als ze die niet hebben. En wat kunnen ze nog meer? Oh, en in de behalve voedselpakketten zitten er ook bonnen in. En dit jaar heel veel bonnen. Omdat de hulpverlening heeft €10.000 van Vincentius extra gekregen. En dan gaan er extra bonnen in het kerstpakket. Leuk. Ja. Dit zijn allemaal vrijwilligers? Allemaal vrijwilligers en partners. Mochten er mensen kijken die denken, nou ik wil wel. Bij zulke club wil ik horen. Nou, meld je aan hè, bij Vincentius. Wij kunnen altijd nog vrijwilligers gebruiken. Dus in die zin. Maar ik bedoelde ook als mensen thuis zitten en denken, oh, ik heb eigenlijk ook niks. Kan ik in aanmerking komen voor een kerstpakket? Ja, die kunnen in aanmerking komen bij Vincentius. Op de deur staan de dingen. Dus alle minima uit Boksel die kunnen zich aanmelden. En dan een belletje naar Vincentius en komt voor de bakker. Super. Dit is het begin van de keten? Ja, en vanuit hier worden ze allemaal gevuld. Ieder doet zijn deel en aan het eind zijn ze vol en dan kunnen ze uitgedeeld worden. En nu is met uw doos. Aha. Het is een klein beetje, dus we moeten nog even een stukje verder, maar we zijn al een heel eind. We moeten kijken hoeveel mensen er mee bezig zijn, dus het komt helemaal goed. Lekkere jam zie ik. Ik hoop het, ik heb het nog niet geprobeerd. Ik heb hem niet meer uit chocola. Heeft u wel chocola? Wat zeg je? Heeft u wel chocola? Of is het chocola? Ik heb nog chocola. Wil ik ook helpen? Ja, dat geeft niks. Ja, wacht even. Dan doe ik dat beeld. Doe ik net. Stroop. Heeft u wel stroop? Pannenkoeken. Pannenkoeken? Op de pannenkoeken. Lekker. Dankjewel. Ik heb nog geen stroop. Dan krijg ik echt stroop. Dankjewel. Lukt een beetje? Ja, het lukt prima. Zwaar werk? Nee, dat valt wel mee. Leuk werk. Leuk werk. Met z'n allen is heel gezellig. Doe al een bed, Koek. Nee, die moet hier nog bij. Alsjeblieft. Er wordt flink gewerkt hier. Ja, het is ook zo, als het goed gecoördineerd is, dan is er ook zoveel ingepakt. Hè? Ja, maar er zijn veel vrijwilligers. Ja, gelukkig wel. Als we hadden de verwachte 30, maar het zijn er gelukkig meer geworden. Maar die komen natuurlijk op de koffie af. Hè. Ja, daar geloof ik niks van. Daar geloof ik niks van. Nee, maar dat is mooi werk en dat doen ze graag. En het is ook niet zo veel werk in die zin. Het is anderhalf uur werk en dan zijn we klaar. Hè. Lukt het met de hagelslag? Ja, het gaat heel goed met de hagelslag. Het loopt eigenlijk wel een stroomlijn, moet ik zeggen. Popcorn. Dat heb jij goed gezien, ja. Goed gelezen? Ja. Mooie organisatie, hè? Toch? Hoe het allemaal gaat. Fantastisch. Ja. Dat vind ik ook. Ja. De vrijwilligers, gewoon hoe ze allemaal hard aan het werk zijn. Ja. Ja. Bijzonder. Goeie zaak, ja. Het heeft wel iets van zo'n filmprogramma van die elfjes, hè? Die allemaal... Ja. En elk jaar worden het er ook meer, gewoon lijkt het wel... Het gaat steeds vlotter met de lopende band. Wij zijn de afsluiters. De afsluiters? De afsluiters. We maken de dozen dicht en we zetten ze mooi op een stapel. Ja, er komt er één aan. Ja. Werken. Wie gaat je nou pakken? Ik, hè. Ik sta weer op. Ik ben er verder. En dan gaan we het weer naar de andere, hè. Belangrijk is een goed fundament, hè? Ja. Ze moeten wel goed staan, hè. Rijkt voor de kerstboom in het midden. Mensen krijgen kopje koffie, kopje thee. Kinderen kunnen speelgoed uitzoeken. En gaan met een goed gevulde knapzak naar huis toe. Hartstikke mooi. Ja. What are you doing here?
I'm helping out because I usually work at the Vincentius on once a week, and so they asked me to help out prepare these boxes for people who need it for Christmas, and I came. Hard gewerkt? Ja. Speciaal outfit? Ja, ja. Het elfje van Vincentius. Kerstsfeer. Prettige avond en een gelukkig jaar en hele fijne feestdagen. Zo is het. Ik hoor een Rotterdamse accent, of niet? Ja, ik kom uit Rotterdam, ja. Ja, ja. Nu, Tom? Ja, ja, toch. Ja. Het is even hard werken, maar het is wel leuk zo'n klus met z'n allen. Wat was er zo leuk aan? Dat het samen doet, dat het zo lekker op elkaar ingewerkt is. En we helpen uiteindelijk toch 400 gezinnen. En wat daarachter zit aan echtgenoten en kinderen. Dus we helpen denk ik toch 1000 mensen in de gemeente Boksel. In ieder geval voor een goede en een gezellig kerstpakket. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. En langzamer. En Happy New Year.